Hoi vissen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnees. Voor een extended reading moet je echter lid zijn. Extended is eigenlijk een vervolg op de video die ik gratis plaats. En voor de extended moet je dus lidmaatschap hebben. Mocht je nog niet hebben, misschien overweeg je het. Ik heb ook exclusieve ledendeals met allerlei andere video's die niet gratis op YouTube komen. Daarnaast heb ik natuurlijk ook de personal readings. Mocht je een jaarreading willen, mocht je een horoscoop van jezelf willen, laat het me weten via lachtistic6924@gmail.com. En dan gaan we nou beginnen met sterrenbeeld vissen. Wat is belangrijk, universum, voor sterrenbeeld vissen? Wat is belangrijk voor sterrenbeeld vissen op dit moment? Waterteken vissen, 12e teken van de dierenriem. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld vissen? Voor de lieve visjes, wat is belangrijk voor de lieve visjes? Wat is belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld vissen? We hebben net de nieuwe maan een leeuw gehad. En misschien dat dat niet al te veel gedaan heeft, alleen voor sterrenbeeld kreeft, omdat die natuurlijk door de maan geregeerd wordt. Maar ik weet niet of jullie er ook heel veel last van hebben. Sterrenbeeld vissen. Oké, vissen, daar gaan we. De eerste kaart is de Wounded Warrior, de 9 van staven. De Koning van Zwaarden. De Ridder van Pentakels. De Koningin van Pentakels omgekeerd. De 9 van bekers, de wereldkaart. En dan hebben we ook nog de koning van staven omgekeerd. Ik heb het idee dat jij vissen met iemand anders continu in dezelfde uitkomst uitkomt. Dus het maakt niet uit wat je doet, hoe je het doet. Hoe ver je het doet of langs welke route je elke keer probeert te gaan. Maar je komt elke keer op hetzelfde uit. Op een punt waar je eigenlijk niet happy bent. Misschien heb je meningsverschillen, misschien verschil je van mening. En ik heb het idee, vissen, dat het belangrijk is om. Want ik heb ook het idee dat je daar helemaal klaar mee bent nu. Dat je zegt van ik wil zo niet verder, niet op deze manier. Dus dat vraagt even voor introspectie, want introspectie biedt altijd oplossingen dan dat je het buiten jezelf zoekt. Introspectie betekent ook misschien kijken van waarom ben ik niet zo happy? Ben ik niet happy met mezelf? Heeft het te maken misschien met hier die Queen of Pentacles reversed? Misschien vergelijk je jezelf met andermans bezittingen. Dat je zoiets hebt van, oh, maar die persoon is veel verder als ik. Of iets dergelijks. Terwijl ik jezelf heel hard zie werken aan ja, die vermeerdering. Of status of iets anders. Maar wat ik vooral eigenlijk wil zeggen is vissen. Let your light shine bright. Gooi je talenten nou eens in de schijnwerpers. He? Want nieuwe maan in leeuw, de leeuw is iemand die staat in de schijnwerpers. De leeuw is het teken van de roem, is het teken van de bekendheid. En vissen, ik zie jou toch een beetje terughoudend zijn in verband met veel te bescheiden, misschien wel in verband met jouw skills, met jouw talenten. En het heeft helemaal geen zin om naar andere mensen te kijken, want je weet nooit waar andere mensen doorheen zijn gegaan. Hoeveel moeite, bloed, zweet en tranen het iemand anders heeft gekost om zover te komen waar ze zijn. Je weet nooit wat er in een ander leven gebeurt. Dus het heeft helemaal geen enkele zin om je te vergelijken. Maar wat wel belangrijk is, is zelf om zelf uit die schaduw te komen. Van als je namelijk in de schaduw blijft zitten met jezelf vissen, dan kunnen mensen je ook niet zien.
van waar is vissen nou? En als jij durft om, hier ben ik, hallo, dit zijn mijn talenten, dan kunnen mensen daar ook iets mee doen. Of het nou op werkgebied is of liefdesgebied, je mag jezelf wat meer presenteren, wat meer tentoonstellen. En al ben je misschien die bescheiden vis, dat je zegt, nou nee, dat ik ben altijd mezelf, ik ben altijd gewoon modaal en ik doe nooit gekke dingen. Maar daar heeft het niet mee te maken. Het heeft te maken dat je trots mag zijn op wie je bent en dat je dat ook mag laten zien. Dat je eigenlijk de shine of the street mag worden. Dat je in één keer tevoorschijn komt dat mensen iets hebben van, oh, is dat de vis die wij kennen? Dus je mag jezelf veel meer naar voren zetten. Je mag jezelf veel meer laten zien. En daarnaast mag je ook inderdaad jezelf niet vergelijken met anderen. Want wat ik al zei, ieder huisje heeft zijn kruisje. En je weet nooit, die vragen die voor de deur staat bij iemand anders, hoe die afbetaald is of of die überhaupt is afbetaald. Ik noem maar wat. Het is misschien een rare vergelijking, maar in ieder geval denk ik wel dat je klaar bent met deze cyclus. Je wil gewoon een andere cyclus. Je ziet gewoon, ik kom nergens zo. Ik kom nergens. Ik kom elke keer op hetzelfde punt uit met iemand en het verandert niet. Dus als je elke keer op hetzelfde punt uitkomt vissen, dan betekent het dat je, als je altijd doet wat je altijd gedaan hebt, dan krijg je ook altijd hetzelfde resultaat. Dus om een andere uitkomst te krijgen, is het goed om iets anders te gaan doen. Een andere benadering of een andere mindset. Of wat ik zei, zelf uit die schaduw gaan komen. Zelf wat meer naar voren te komen. Dus het heeft alles te maken, alles begint bij jezelf. En door trots te zijn op wie je bent en ook je talent te delen en daar niet verkeerd bescheiden over te zijn, van nou ja, ik hou me maar terug, want dat getuigt ook niet van eigenwaarde. Hè? Mensen voelen het als jij je terughoudt en dan denken ze, oh, wat is daar allemaal aan de hand? Dus probeer wat opener te zijn. Open nog over jezelf. Laat mensen meer toe. laat de straat maar zien wie jij bent vissen. Misschien kom je dan ook uit die clash met iemand. Want ik heb toch het idee dat het om geld gaat of om waardes. Wie heeft er een groter huis? Wie heeft er een grotere auto of zoiets? En jaloezie, als dat iets is waar je mee kampt, dat is natuurlijk nooit goed. Dat is een low vibration energy. En het is belangrijk om die lage vibraties te verhogen, zodat je ook vanuit een betere energie de wereld ingaat. Het universum pikt ook op wat jij voor energie draagt. Dus clean je energie. Mocht je gefrustreerd zijn, mocht je wat down zijn, clean je energie, clean je huis, clean jezelf. Want high vibration is altijd het beste om ook goede dingen aan te trekken. Dus krik op je zelfvertrouwen vissen en vergelijk je niet met anderen. Wees niet jaloers om de verkeerde redenen. Het belangrijkste is om te vergeven, om jezelf op waarde te schatten op de eerste plaats en jezelf meer in de spotlight te zetten, zodat anderen je ook echt kunnen zien en kunnen opmerken wat voor een fantastisch mens jij bent vissen en welke kwaliteiten je hebt. Want ik denk dat je sterke spirituele gaven hebt, alleen je komt er niet altijd mee naar buiten, dus mensen kunnen het niet altijd direct zien. Dus werk aan je skillset naar buiten brengen. En zorg dat je je niet vergelijkt met anderen. Maar bouw je eigen stabiliteit en zelfvertrouwen op. En laat dat ook zien. En dan komt de rest vanzelf. Want het universum beloont diegenen die van zichzelf houden. Dus love yourself first. Mocht je het moeilijk vinden, ik heb een cursus, love yourself first.
Mocht je dat leuk vinden, mocht je het interessant vinden, laat het me even weten via de mail. En anders tot de volgende keer. Doei doei!